Vandaag laat ik jullie zien hoe je zelf chips kunt maken. Je hebt hier een aardappel en zout voor nodig. Vul eerst een schaaltje met water. Deze ga je later gebruiken om de aardappelschijfjes in schoon te maken. Snijd daarna de aardappel in zo dun mogelijke schijfjes. Ik gebruik hier een mesje, maar ik heb het later met een kaasschaaf gedaan en dat lukt eigenlijk nog veel beter. Met snijden doe je de aardappelschijfjes in het kommetje met water, zodat ze goed schoon worden. Je kunt wel zien aan het troebele water dat dit echt nodig is. Daarna kun je ze op een keukenrol leggen, zodat de grootste vocht eruit is voor je het op het bakpapier legt en in de magnetron doet. Daarna doe je kruiden erop die je zelf lekker vindt. Je kunt verschillende combinaties proberen. Maar je kunt het ook gewoon net zoals ik lekker simpel houden en alleen zout eroverheen doen. Ik heb de aardappelschijfjes op 1000 watt 10 minuten in de magnetron gedaan. Vervolgens heb ik ze omgedraaid en nog een keer 10 minuten in de magnetron gedaan, maar ik zou er wel bij blijven om te kijken of het niet aan gaat branden. Even laten afkoelen en dan is je chips klaar. Eet smakelijk!